Ook dit jaar gaat de Vlaamse Jeugdraad op zoek naar zijn klein duimpje. Uit een 70-tal kandidaten wordt er 1 winnaar gekozen. Maar wat houdt het klein duimpje juist in? Klein duimpje is een prijs die wij elk jaar uitreiken aan een persoon of organisatie, project, die zich het afgelopen jaar op een inspirerende manier heeft ingezet voor kinderen en jongeren. Het is een prijs die wij dit jaar uitreiken op 12 augustus, de Internationale Dag voor de Jeugd, om die persoon of organisatie eens extra in de bloemetjes te zetten. Wij willen met ons klein duimpje engagementen, projecten, dingen die jongeren ondernemen, op een positieve manier in de media brengen, binnen ons netwerk, binnen de sector, maar ook naar buiten toe, naar alle mensen. Momenteel hebben we al zo'n 70-tal organisaties, projecten, mensen die genomineerd zijn via de site van het Klein Duimpje, die te vinden is op onze Facebookpagina. Dat zijn verschillende soorten organisaties. Organisaties of mensen die te maken hebben met jeugdwelzijn, tot jeugdsectororganisaties die inspirerende projecten op poten zetten het afgelopen jaar. Om Klein Duimpje te winnen, moet er toch wel positieve gevolgen zijn voor kinderen en jongeren. Ze moeten echt een meerwaarde opmerken. En het is ook heel belangrijk dat het project tot stand komt met of door kinderen en jongeren zelf. Vorig jaar ging ons Klein Duimpje naar stopzelfdoding.be. 2 jonge gasten uit Genk, een jongen en een meisje, Ilenia en Giovanni, die eigenlijk het gesprek aangaan met jongeren die te kampen kregen met zelfdodingsgedachten. En daar eigenlijk een website voor opzetten en via een chatsysteem met die jongeren in gesprek gingen. Onze jury vond dat dat een project was dat de prijs Klein Duimpje wel waard was. Inschrijven kan nog tot donderdag 20 juni. Vanaf dan kan iedereen stemmen op zijn favoriet. Hierdoor worden 5 genomineerden geselecteerd. Tijdens de Dag van de Jeugd, op 12 augustus, wordt de grote winnaar van het Klein Duimpje bekendgemaakt.